Er zijn rellen uitgebroken tussen voetbalsupporters. Zeker 4 agenten raakten gewond. 27 supporters zijn gearresteerd. Na charges van de ME werd het weer rustig rond de Kuip. Voor de wedstrijd werden 2 treinen met daarin Ajax-supporters volledig vernield. Een van de treinen werd bekogeld door Feyenoord-supporters. Na afloop ging het goed mis bij de Kuip. Feyenoord-supporters zochten de confrontatie met de ME, die de situatie op sommige momenten nauwelijks onder controle had. De problemen begonnen eerder vandaag, ruim voor de wedstrijd. De vernielde treinen werden teruggestuurd, maar een kwam ter hoogte van Nieuwerkerk tot stilstand, waarna Ajax-supporters over het spoor gingen lopen. Een trein bereikte toch het stadion met daarin 500 Ajax-aanhangers, die niet meer de Kuip in mochten. Na afloop van de wedstrijd was een deel van hen nog niet in bussen afgevoerd naar Amsterdam. Feyenoord-supporters zochten daarop de confrontatie. Er werd met vuurwerk en stenen gegooid. Bij de rellen raakte voor zover bekend niemand gewond. Dat gebeurde wel voor de wedstrijd. Toen raakten 2 Feyenoord-supporters zwaar gewond, omdat bij een van de 2 vuurwerk ontplofte dat hij in de broekzak had gestopt. Yeah.